niet besproken wordt, is preventie van de krolsheid. Preventie van de krolsheid kan op verschillende manieren verkregen worden. Enerzijds door middel van een ovariohysterectomie of een ovariectomie. Dus wegnemen van de eierstokken of de eierstokken en de baarmoeder. In tweede instantie kan een shemdekking uitgevoerd worden of een schijndekking. En in derde instantie kan de krolsheid verhinderd worden op een medicamenteuze manier. Op deze slide zien jullie weergegeven de drie mogelijkheden. En medicamenteus staat tussen haakjes weergegeven, wat onmiddellijk ook weergeeft dat deze methode niet aangewezen is in de meeste gevallen en vrij veel bijwerkingen heeft en daarom zeker niet moet gestimuleerd worden. Een kat waarbij er geen fokpannen zijn in de toekomst of die niet meer gebruikt wordt om een restje mee te fokken, wordt bij voorkeur gesteriliseerd door middel van een ovariectomie of een ovariohysterectomie. Deze methode is permanent en heeft enkele belangrijke voordelen. En denken we daar in eerste instantie maar aan het feit dat de sterk gereduceerde kans op mammatumoren bij een kat die gesteriliseerd is. Een niet geovariectomeerde kat heeft 7 maal meer kans op het ontwikkelen van mammatumoren. En deze mammatumoren zijn bij de kat vaak maligne. Enige nadeel van ovariohysterectomie is het feit dat het irreversibel is. Een tweede mogelijkheid om krolsheid te gaan verhinderen is door middel van een shemdekking of een schijndekking. Hierbij wordt op een mechanische of een medicamenteuze methode, op een mechanische of medicamenteuze manier, wordt geprobeerd om een schijndracht op te wekken, of dus een met-eustruisfase gedurende 40 dagen. In eerste instantie kan die shemdekking dus op een mechanische manier gebeuren. Dit gebeurt door middel van een wattenstaafje waarmee vaginaal en cervicaal gestimuleerd wordt. Hierdoor wordt de LH-piek opgewekt, waardoor uiteindelijk ovulatie wordt geïnduceerd en dus een met-eustruisfase van 40 dagen wordt opgewekt. Zoals daarnet reeds bij een natuurlijke dekking besproken, dient de kat in verschillende keren vaginaal gestimuleerd te worden om tot ovulatie te komen. Het is ideaal 4 keer. Dus ook door middel van mechanische stimulatie met een wattenstaafje dient deze methode een aantal keer herhaald te worden, 3 tot 5 maal, met een interval van 30 minuten. Deze methode is theoretisch mogelijk, maar heeft een aantal praktische moeilijkheden. Enerzijds het feit dat het zeer lang duurt, dus 3 tot 5 maal met 30 minuten interval, wat onder praktijkomstandigheden vaak moeilijk uitvoerbaar is. En bijkomend zijn sommige katinnen ook agressief na stimulatie, vaginale stimulatie met een wattenstaafje. Daarom is een medicamenteuze alternatief beter en praktisch uitvoerbaarder. Medicamenteus kan door middel van HCG, dus een injectie van HCG, 250 internationale units, die intramusculair worden ingebracht of ingespoten, of injectie van 25 milligram GnRH intramusculair. Na deze injectie volgt een ovulatie, wordt dus ovulatie geïnduceerd en volgt er dus een progesteronproductie gedurende 6,5 tot 7 weken. Na deze 6,5 tot 7 weken kan de katin opnieuw krols worden. Dus met deze, door middel van deze opwekking van ovulatie door middel van deze shemdekking, wordt dus een schijndracht opgewekt gedurende een 40-tal dagen. Deze methode is vrij praktisch, maar bij herhaling kan het leiden tot een verhoogde kans op de ontwikkeling van CEH of cysteuze endometriumhyperplasie en pyometra, omdat de kat dus met intervallen van 6 tot 7 weken telkens onder progesteroninvloed komt en dus een sterk verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van een afwijking ter hoogte van de baarmoeder. Een derde mogelijkheid om krolsheid te gaan verhinderen is medicamenteus door middel van progestagenen. In principe is deze methode enkel aangewezen bij fokdieren voor een tijdelijk uitstel. En belangrijk is ook om met de eigenaar van deze fokpoes de nadelen te gaan bespreken. De medicamenteuze behandeling met progestagenen heeft een ganse reeks nadelen. Denk maar aan het ontwikkelen van cysteuze endometriumhyperplasie, obesitas,
mammatumoren, fibroadenomatose, diabetes en heeft ook een hepatotoxisch effect. Dus wanneer dit lijstje van mogelijke nadelen bekeken wordt, is het zeer duidelijk dat dit product, wat deze producten zeer belangrijke nadelen hebben. Uitstel van de krolsheid kan op verschillende manieren verkregen worden. Kan door middel van MA of megestrolacetaat. Deze producten dienen voor een kortdurend uitstel. Die dienen ook vrij frequent toegediend worden, elke week of elke 2 weken. En die megestrolacetaat wordt toegediend aan een dosis van 2 mg per week of 5 mg per 2 weken. En kunnen dus gebruikt worden voor een kort en een tijdelijk uitstel. Wanneer een langduriger uitstel noodzakelijk is, is het best om deze producten intramusculair of subcutaan te gaan toedienen. En er bestaan verschillende methodes beschikbaar. Het actieve bestanddeel in deze producten is ofwel methoxyprogesteronacetaat of proligaston. Deze producten worden geïnjecteerd, grosso modo om de 5 à 6 maanden. En dienen dus voor een langdurige uitstel van de krolsheid. Wat kan gaan van 6 maanden tot een jaar, meer dan een jaar en een half. De belangrijkste voor- en nadelen van deze producten kunnen nog eens opnieuw nagelezen worden op de BCFI-website, waar er een hoofdstuk beschreven is over het veilig gebruik van deze producten. En van deze progestatieve contraceptiva bij hond en kat.